Mensen, welkom, daar zijn we weer. Packs met kijkers. En ik heb gehoord dat deze mid-icon SBC's zwaar OP zijn. Garantie 600k+. Dus we gaan een klein spelletje ermee spelen. We gaan gewoon even kijken of mensen uiteindelijk het goed kunnen raden. Doe je duimpje omhoog, zou ik heel erg waarderen. En abonneer als je het niet gedaan hebt. We gaan op naar die 55.000 abonnees. Dus abonneer even. En op de volgende video, die komt wat vertraagd, zien jullie uiteindelijk de winnaar van het scherm. Dus abonneer als je dat niet gedaan hebt. En dan gaan we gewoon lekker door met de lekkere, gezellige playerpickies. Ja, ik ben benieuwd of we er wat uit kunnen halen. Want dat is toch altijd wel een beetje de vraag, hè, lieve mensen. Onze eerste gast is... Jona, hoe is het ermee? Goed, goed. Dan hebben we altijd even de geografische vraag. Waar kom je vandaan? Rotterdam. Hey, waar woon je in Rotterdam? Zuid. Zuid, nice. Waar bij Zuid? Op zich wel redelijk dicht bij het centrum. Redelijk dicht bij het centrum, oké. Okay. Hey, we gaan even eikenpackjes openen hopelijk. Ik ga even kijken wat voor een packje Arnijn packen, bedoel je? Arnijn packen, juist, precies, dat was hem. We hebben playerpickies, maar jij hebt een mid- or prime icon player. Dat is niet gek. Wat hoop je eruit te krijgen? Noem eens even iemand. Arnijn, ja. Oké. Okay. Je moet één speler noemen. Als je die krijgt, dan moet je hem discarden. En je mag één speler noemen. Als je die krijgt, dan mag heel slecht zijn, dan krijg je een giftcard. De giftcard zetten we op Arnijn, want dan hebben we dubbele winst. Ja. En de discard, een CBO, maar ik heb zijn BBO. Die is beter. Nou, daar tekenen we voor. Het zou zo lekker zijn voor de video. Doe het dan. Oh ja, dit is goed. Ja? Familie? Nee joh! Oh, Socrates. Nee, niet Socrates. Oh, kaka. Maar dit is goed. Hey, hallo. Hey. Dit is prima. Je ziet Brazilië en dan ben je er bijna al, hè. Godveranes, kaka. Dit is wel de baby? Dit is de prime ook echt. What the fuck? Ja, dit is de prime. Het is volgens mij wel de beste die hij heeft. Een miljoen! Maat, die is gewoon een miljoen deze. Hey, waarom is KK Prime 91? Hoe oud ben jij? Ik ben 13. Gel? Nu sinds ik KK heb gezien wel, ja. Vies peuk. Jongen, ga er lekker van genieten. Ga lekker hem kickcellen of doen en lekker op. In je teampje. Ik wil even wel via je teampje kijken nog even snel, voordat we snel naar de volgende gaan. Oh ja. Daar zei hij. Oh ja. Hey, Smith Rowe, is dat lachen of zo? Dat is best wel leuk, ja. Ja, is dat lachen? Nice. Oh, 5-star weakvoeten. Ah, vandaar de hype. Hey, wij gaan lekker door met de volgende. Thanks voor het openen van je pack. Die ging op zich niet zo heel gek, hè, dit? Dit was een prima start. Dit was een prima start, ja, dat dacht ik ook. Hey, thanks vriend, ik ga door naar de volgende. Yo. Later. Dames en heren, we zijn bij de volgende. En, jouw naam is vriend? Jorn, waar kom jij vandaan? Ik kom uit Laren, Gelderland. Bij Lochem? Ja, bij Lochem, ja. Ja, bij uniekeeikjes.nl, nice. Het Dr. Zeus. Ja, dat is een paar straten verderop. Mamola Motoren. Hé, hey, wel een lekkere plus. Hé, hey, dat is lekker. Ja, zeker, daar werk ik ook, dus... Nice, plus Beuzel. Ja. Lekker zeg. Hoe is het daar in Laren? Ja, rustig. Wijngoed, Kasteel Olde, ook vet. Ja, dat zal wel. Dat zal wel. Hé, we gaan even kijken naar je team. Oh, hey. Heb je SBC gedaan of heb je hem gepakt? Nee, ik heb dit is de enigste icon pack die ik hiervoor heb gedaan. Die niet uit is. Zo, dat is niet gek. Oh, hey, nee, dat is natuurlijk niet gek. Ik vind dat Ben er hier een beetje uitziet alsof hij moet kakken. Maar ik weet niet waarom dat is. Maar Ziyech, is Ziyech goed? Ja. Dat wel. Ja, ik speel nu op rechts buiten, maar dat is niet heel goed. Maar op Cam is hij wel goed. Maar kan op het moment even niet anders. Nee, precies. Jij hebt op zich wel een redelijk teampje. Wat zou jij graag willen? Ja, eigenlijk een andere linksbuiten of een CVM. Oké, andere linksbuiten of een CVM. Ja, zeg het maar. Eén speler die je graag wilt. Seedorf zou ik wel graag willen. Seedorf zou je graag willen. Nou, oké. Okay. Als je Seedorf krijgt, dan krijg je een giftcard van mij. Mm-hmm. En nu een speler, als je die pack moet je hem discarden. Laten we daarvoor Fernando Torres gaan. Fernando Torres. Vind ik wel een hele originele, creatieve keus. Laten we hopen op Seedorf. Ja. Seedorf? Nederlands? Seedorf? Ja. Oeh, gulden. Ja. Nee joh. Seedorf! Ja, Seedorf! Let's go! Dit is top. Ja, dit is top. Ja, ja. Dit is fantastisch. Ik dacht nog bijna gulden. Ja. Want dat kon hem ook zijn natuurlijk. Ja, dat had zeker gekund. Nou. Ja, dat is een mid-versie van Gullit, maar het is Seedorf. Het is toch veel beter. Helemaal tevreden. Helemaal tevreden. En meer dan terecht. Fucking legend Seedorf. Ja, ik ga lekker een giftcardje opsturen. We nemen contact met je op. Ja, ga genieten van je Seedorf, maat. Lekker, man. Ja, dankjewel. Hey, thanks. Fijne avond. Spreek snel. Ja, doei. Later, man. Dames en heren, we hebben onze volgende kandidaat. En zijn naam is... Wessel. Wessel, wij doen het even via de telefoon, want technologie is niet echt jouw grote vriend, hè? Nee, dat wil echt niet werken. Oké, okay, we gaan even snel even jouw team doornemen en dan zien wij... Oh, Jezus Christus, dit is aardig, zeg. Ik zeg je heel eerlijk, ik mag dit jaar eigenlijk niet echt klagen. Ik heb al die jaren geklaagd, maar dit jaar is echt abnormaal. En Zambrotta, die heb jij dus...
Die heb ik gekocht. Oh, die heb je gekocht. En dan doe je Cancelo op middenveld. Ja, Cancelo middenveld. En dan Jorginho komt nu ook op teamgeest. Maar dat idee heb ik dus ook gehaald. Die Cancelo gewoon op middenveld. Maar is dat een beetje goed of niet? Ja, dat is goud. Dat is echt niet normaal. Hey, drie met icons. Je mag er eentje noemen. Die moet je dan, als je die... Ja, je moet kiezen. Dat is eigenlijk wat anders. We noemen normaal gesproken een mid prime icon. Noem maar gewoon één speler die je graag wilt hebben. Ik zou wel een R9 willen. R9. Nou, als dat hem is, dan krijg je een mooie giftcard van mij. Ja, ik moet toch iets, weet je wel. We hebben mijn team gezien. Ik moet wel iets hebben. Ja, het is crisis. Het is echt crisis bij jou. Dus je moet nu wel, hè? Ja. Nou, laten we even kijken of die R9 tevoorschijn kunnen toveren. Oh, wacht. Ogen dicht. Ik heb ogen dicht. Ja. Wacht, ja. Ogen open, ja. Oké, kijk bij mij. Zola. Ja, dat is crisis. Ja, zullen we maar gewoon snel naar de volgende gaan? Moeten we niet te veel aandacht geven? Ja, doe de volgende maar. Hey! Ik heb het voor deze, man. Flirtig op. Oh, en de laatste. Gaan we even kijken. Wat zal het zijn? Ja. Oeh. Ja, voor mij en mijn team zal het waarschijnlijk een supersub zijn, maar het is niet vervelend. Nee, maar dit is ook geen vervelend. Het is een supersub, nee. Mid-versie wel. Hij is... niet echt een W. Ja, normaal zou ik zeggen, ja, best is wel een W eigenlijk. Want best is eigenlijk wat duurder. Ja, maar ja, ik heb ze prime in mijn team. Ja, dus dat werkt niet. Ja, ik denk dat het dan gewoon een dalkliesje wordt. Nou, gaan we dat doen. Ja. Mijn anus, wat heb jij al een packlijk gehad, zeg. Jezus Christus. Ja, het is me gegund dit jaar. Lekker man. Ga ervan genieten. Thanks voor het openen van... En die Gravenberg is ook wel goed, hè? Ja, die Gravenberg. Ja, het is dat het een neus is. Maar hij is wel echt goed, hoor. Leuk. Het was even technisch. Ging het even lastig. Maar hey, het is wel gelukt uiteindelijk. Ja, daar ben ik blij mee. Gelukkig wel, man. Het heeft even geduurd, maar daar heb je ook wel altijd top. Hey, thanks voor de gezelligheid. En hele fijne avond. Ga lekker genieten van het voetbal of van het vrouwtje. En, ja, voetbal inderdaad, man. Champions League. Lekker, man. Lekker, man. Ik spreek je en bedankt voor het openen. Ja, ga ik zeker doen. Yes. Thanks. Was gezellig, man. Thanks. Insgelijks. Doei. Oké, we zijn bij de volgende. Vriend, wat is je naam? Zeker. Ja, Melvin. Melvin, hoe is het ermee? Ja, prima met jou. Goed. Hey, we gaan even een packje openen. Je hebt wel een aardig teampje zo te zien. Seedorf, altijd goed. Neymar gehaald, ook verstandig. Hey, Daka Sports. Er komt een videootje over. Die gozer is fraude. Ja, ik heb hem gepackt. Dat is een 85 keer 10. Dat gaan we proberen. En Seedorf is gekocht. Dus ik zou wel een middenvelder willen. Oké, nou dan gaan we Seedorf packen. Hey, we gaan even een packje openen. Wat voor pack heb je? Met Icon Player Pick. Oké, dat is wel lekker. Welke zou je graag willen? Welke Player Pick zou je graag willen? Noem er eentje. Ik denk dat ik gewoon Gullit het meest wil. Want die kan ik dan gewoon voor Seedorf. Nou, of met Seedorf zelf. Laten we dan gelijk doen. Knallen. Kom maar, Gullit. Kom maar. Die is wel flink goed. Ja, man. Ik denk dat die zelfs wel een miljoentje is. Dit kan wel echt perfect in mijn team eigenlijk. Middenvelder. 1,3 miljoen. Oeh. 1,3 miljoen. Dit is goed. Dit is heel lekker. Nou, geef hem even een mooie positie binnen je team. Stop je vinger in een kleurtje. Helaas dat Seedorf denk ik wel eruit. Ja, daar baal ik wel een beetje van. Maar dit is wel de eerste echt goeie. Want Sola uit die andere player pick was niet goed. Ja, Cafu is mooi. Cafu heb je gekocht, of niet? Nee, Cafu heb ik wel nog uit een pack. Die is wel aardig. Ja, voor de rest was het niet best. Van Persie uit een 55k pick of zo. Dus ook leuk. Dit past perfect. Lekker zeg. Het is je gegund, vriend. Hey, wij lopen een beetje achter. Wij moeten snel door naar de volgende. Snap ik, joh. Hele fijne avond. Geniet ervan. En, hetzelfde. Thanks voor het openen in ieder geval. Top, dank u. Hetzelfde, hè? Later, vriend. Rustig aan. Oké, dit is dus voor de SBC's. Dat is... Kante. Kijk eens. Of Sar is dit. What the fuck? Hij lijkt heel erg op Kante. What the fuck? Ja, het is een zachte neef of zo. Hey, wat voor... we zijn bij onze volgende gast trouwens. Ik heb helemaal niet geïntroduceerd. Thomas was je naam, toch? Nee, Jonas. Oh, sorry. Jonas. Thomas was de vorige. Excuus, Jonas. Jonas Tode. Hey, Jonas. Vertel eens. Wat wil jij even uit je heerlijke packie? Ja, joh, ik ben de moeilijkste niet. Je mag eentje noemen. Als je die hebt, moet je hem discarden. Wie wordt dat? Pele. En als je nog eentje, noemen en als je die packt, dan krijg je een giftcard. Roy Keane. Gaan we voor Roy Keane of Pele. Roy Keane. Zou lekker zo'n Ierse vlag. Kom maar door. Oh, ja, dit is goed. Oeh. Eusebio. Maat, what the fuck? Maat, deze is 3,7 miljoen. Nou, dat is wel aardig.
What the fuck? Lekker hoor. Hey. Ja. Jezus. Prime Eusebio? What the fuck? Dan moet je even naar mijn normale team gaan. Oké. Jezus. Ja. Hoe kan het mij ook nog? Kijken. Is dit wat? Is dit tradable? Nee, zeker. Nee, hij is echt vrij goed. Ik vind hem bijna beter dan die Messi. Ik zweer het je. Deze. Ja, die Koeman. Versnelling 900, versnelling 999. Ja, precies. Oké, nice. Ja, maar ik heb een hele inboedel erin geleverd. Ja. Ja, maar hallo, je hebt er ook wat voor teruggekregen, hè? What the fuck? Ik zie mensen hier ook Vidic uit krijgen, hè? Maat, Eusebio. Ze prime ook nog, hè? Ze prime. Ja, zoek hem eruit, ja, Koeman nog erin, maar dit is echt niet normaal. Heerlijk. What the fuck, gek. Als je een jager op doet, heeft hij gewoon 99. Gozer vreet iedereen op, joh. Met wat een portugese lijk van hem. Ik word hier wel een beetje semi-geil van, hoor, hier. Jezus, nou, zeg. Ik ben niet de enige, hoor. Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik ook wel, ja. Dat denk ik ook wel. Nou, dit is volgens mij het beste dat jij bijna uit een Ikepack hebt gepakt. Ja, dit is inderdaad. Dit is een titeltje, hoor, dit. What the fuck, hè? Nou, kijk, daar doen we het voor. Jezus. Titeltje. Nou, lekker wel. Ga ervan genieten. Wij gaan lekker door met de volgende. Mooi, toch? Ik zie het wel in de video. Ja, dat komt zeker goed. Komt zeker goed. Kijk wel even wat ik doe met de titel, inderdaad. Hé, hey, fijne avond. Yo, hetzelfde. Rustig aan. Later. Dames en heren, we zijn bij de volgende kandidaat. Vriend, wat is je naam? Thomas. Thomas, waar kom je vandaan? Berlicum, bij Den Bosch. Berlicum, ja, inderdaad. Bij Den Bosch, mooie stad. Ja, zeker. Losjes Festival, ben ik wel eens een keer geweest. Leuk. Goed, binnenkort de carnaval, dus... Gezellig, altijd gezellig. Zeker, zeker. Hey, deze, leuk. Dias, alle twee gepakt? Ja, in dezelfde pack. Op. We gaan even doornemen samen. Wat wil je eruit krijgen? Wat heb je voor ons? Ja. Een R9 of een Cruyffje zou wel lekker zijn, maar we gaan het zien. Dan moet je even je ogen dicht doen. Voor welke van de twee gaan we? Ja, doe maar R9 dan. Oogjes dicht? Jazeker. En doe mijn ogen eens open. Dan beginnen we met Hernandez. Oh. Ja, dit is kut. We gaan hier niet te veel aandacht aan besteden. Dit is niet belangrijk. We gaan gelijk door. Oeh. Ja, moet ik hiervan vinden. Nog één keer. Oeh. Ja, dit is wel echt. En pitten heb ik al genoeg. Ja, zeg het maar. Ja, doe maar Beckham dan. Ja, I rate it. Ja. Kan je weer een psycho gooien. Maar kan gebeuren. Kan gebeuren. Ja, een beetje depressie. We kunnen er niet heel veel meer van maken. Maar, hey, bijna carnaval. Ja, zeg dat wel. Zeg dat wel. Altijd positief. Hey, thanks voor het openen. En FC Jansb, kom wel. Volgende keer gaan we er wat moois van maken, ja? Ja, is goed. Is goed. In ieder geval fijne avond, man. Rustig aan. Ja, hetzelfde. Joe, doei. Doeg. Oké, dames en heren. We zijn met de laatste. En zijn naam is... Oh, mijn naam is Gwoon. Sorry. Je moet hem nog inleveren. Ja. Ik moet hem even... Maar ik ben bijna klaar. Maar ik moet alleen die spelers erin zetten. 3 hours later. Hey. Voor een mid of prime icon pack. Nou, knallen er maar gelijk doorheen. Je bent de laatste. We lopen al uit. Open hem maar gelijk. En noem maar welke speler je wilt hebben. Welke speel ik? Maakt mij eigenlijk niet heel veel uit als mijn goeie is. Ja, maar ik wil wel één speler van je horen. Crespo. Crespo. Nou, doen we maar dan. Open hem. Kom maar door met de Crespo. Crespo, daar gaan we. Argentijnse vlag. Nee joh! Ja! Yes! Yes! Het is ook echt die mid-versie van Crespo! Hij is terug! Hoe kom je nou weer bij Crespo ook? Schitterend! Ja, een paar jaar geleden had ik met alle vrienden van mij, ik had dan één icon en een andere vriend van mij had dan ook een icon en ik had dan Crespo. En nu is het echt mijn clublegende, laat maar zeggen, geworden. Nou, je hebt hem weer. Lekker man. Ja, hey, nog dankjewel. Thanks voor het openen, maat. Nog een, ik ga nog even contact met je opnemen. In ieder geval een hele fijne avond. Hopelijk heb je de volgende keer ben je er weer bij. Ja, dankjewel. Jij ook. Later al. Jojo. Later. Houdoe. Dames en heren, jongens en meisjes. Bedankt voor het kijken naar deze video. Duimpje omhoog, zo kun je waarderen. En vergeet niet te abonneren als je het niet gedaan hebt. En dan zie ik elkaar bij de volgende video. Hey!